Nou, het is 3 uur, dus volgens mij, Tibby en Danielle, kunnen we langzaam gaan beginnen. Laten we nog een minuutje erbij hier smokkelen. En dan kan je vast de sheet op de volgende sheet zetten. Welkom allemaal, mijn naam is Frank Hartkamp. Ik ben van de RVO, een van de mede-organisatoren van Groen Paper. En vandaag in de sessie Grenzeloos Digitaal Werken aan je Klimaatdoelen met Tibby van Dijk en Danielle Scholtes. We hebben een chatmoderator, Wietse Kleisterlee. Dus vandaag in deze sessie zijn er veel deelnemers. Dus stel al je vragen die je wilt stellen via de chat. En dan komt dat vanzelf op enig moment in de sessie aan bod. We hebben een paar inleidende sheets. Tibby, laat die maar zien. En dan gaan we snel het woord geven aan Tibby. Het is een. Groene Paper wordt georganiseerd door een groot aantal organisaties, waaronder SURF, Groene Brein, Studentenvereniging Morgen, Green IT SDR en Duurzaam MBO. En Groene Brein en RVO, ik ben zelf een RVO, en is al inmiddels heeft een historie van inmiddels 20 jaar bijna. Maar de laatste paar jaar onder de naam Groene Paper en daarvoor onder de Nationale Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs. Volgende sheet. Het webinar wordt opgenomen en is later ook terug te kijken na afloop van Groene Paper. Wordt het gepubliceerd op groenepaper.com. En ja, zoals ik al gezegd heb je vragen, stel ze in de chat, want Wietse die houdt het goed in de gaten. Volgende sheet. Oké, dan geef ik nu graag het woord aan Tibby en Danielle. Top, bedankt Frank. Leuk dat jullie er zijn. Best wel een grote groep. Ik hoop dat alles meewerkt, het internet. Mocht ik nou wegvallen, geef het eventjes aan. Ik heb de chat hier naast me. Probeer ook mee te lezen, maar af en toe zal ik eventjes naar Wietse of Danielle toe gaan om dingen die ik wellicht gemist heb. Jullie zijn hier vandaag aanwezig voor onze presentatie over grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen. Dit doe ik niet alleen, dit doe ik met Danielle Scholten. Zij is projectmanager internationalisering bij Nuffic. En zelf ben ik projectmedewerker e-twinning, ook bij Nuffic. We hebben vrij korte tijd, dus we gaan soms wat snel door alles heen. Mochten we nou echt te snel gaan, geef het eventjes aan. Mochten we ietsjes langer blijven hangen bij andere onderwerpen die jullie extra interesseren, waar jullie juist extra vragen over hebben, geef dat gewoon ook eventjes aan, want wij zijn flexibel. Ik wil heel graag beginnen met een vraag. Jullie hebben waarschijnlijk onze presentatieomschrijving op de Groene Paper website gelezen. En zijn jullie erachter gekomen dat we het vandaag gaan hebben over internationaliseren, maar dan op een duurzame manier. Nu ben ik heel erg benieuwd, ja, waarom jullie hier dus aanwezig zijn, waarom jullie internationaal contact belangrijk vinden. En ik zou het ook erg leuk vinden, ik kan jullie namen wel zien. Maar ik heb natuurlijk niet echt een beeld bij of jullie nou voor de klas staan, docent zijn, of het nou het MBO is, HO, of dat jullie misschien student zijn, misschien zelfs HR-medewerker, beleidsmedewerker, ik weet het niet. Zet het er graag bij, want dan hebben wij een beetje een beeld wie we voor ons hebben. Ik geef jullie eventjes een momentje de tijd om deze vraag te beantwoorden. Ah, ik zie dat Danielle hem ook in de chat heeft gezet. Super. Dus waarom vind jij internationaal contact belangrijk? Danielle, waarom vind jij eigenlijk internationaal contact belangrijk? Laat ik hem maar als eerste aan jou gaan stellen. Nou, wat ik altijd leuk vind, is om juist de voorbeelden op de scholen te zien. Ik heb dan veel contact met MBO-scholen. En als je bijvoorbeeld ziet dat studenten contact hebben met andere studenten, bijvoorbeeld in het buitenland, online project.
dan zie je dat ze het dan niet alleen maar hebben over het vak, hè, wat ze aan het leren zijn, maar dat ze ook een vreemde taal spreken, andere studenten daar kennis mee leren maken, studenten van culturele achtergrond. Dus het geeft zoveel inkleuring eigenlijk in dat contact. En daarom vind ik het eigenlijk heel, heel belangrijk. Het is vanuit zoveel brede kanten leerzaam. Ja, ik zie dat velen het ook met jou eens zijn, want ik zie hier vergelijkbare antwoorden. Ik zie hier ook bijvoorbeeld het netwerken, uitwisselen van kennis en ervaring. Ja, dat is toch wel een van de mooiste componenten van internationaal contact. Nou ja, de klimaatcrisis is een internationaal probleem. Dus een internationale samenwerking, een internationale aanpak hierop is belangrijk. Ja, helemaal mee eens. We gaan jullie laten zien hoe dat op een digitale manier te werk kan gaan. Zie je ook nog andere culturen, contact met andere landen, verrijking van kennis sluit ook mooi aan bij wat Danielle eerder zei. Oh, mooi om te zien dat het best wel aan de ene kant een diverse club is, maar ook jullie schreven ook wel een gezamenlijk doel naar. Jullie zien de gezamenlijke belangen erin. En soms kan het ook gewoon simpel zijn, elkaar leren kennen, groeien, ontwikkeling, kennisdeling. Ja, daar willen we allemaal naartoe werken. En ik zie ook dat het vrij verspreid is. Er zijn docenten aanwezig, studenten, beleidsmedewerkers. We gaan proberen om het zo relevant voor jullie allemaal te maken natuurlijk. Soms is het net iets toegespitster, voor de een net iets belangrijker als de ander, maar probeer het op die manier te interpreteren dat het voor jou ook toepasbaar is. Ik ga rustig verder. Mochten jullie nog extra antwoorden in de chat zetten, doe dat vooral. Ik vind het onwijs leuk om te horen waarom jullie hier aanwezig zijn, wat jullie belangrijk vinden. En dan ga ik rustig verder naar deze quote. Ja, goed. Die zal vrij bekend bij jullie zijn. Opleiding is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen. En dit sluit natuurlijk goed aan bij de visie van Nuffic. Door elkaar te leren kennen, door kennis uit te wisselen. Niet alleen tussen scholen in Nederland, maar ook juist daarbuiten. Kun je studenten voorbereiden op zo'n internationale toekomst. Maar natuurlijk wel op een klimaatvriendelijke manier. En in die trant wil ik verder gaan, omdat dat ook echt het doel is van dit webinar. Van deze hele korte sessie, is inspireren. Nou, hoe gaan we dat doen? We hebben het onderverdeeld in drie verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel gaan we focussen op internationalisation at home. Misschien zijn jullie al bekend met het concept, maar Danielle gaat jullie daar alle ins en outs over vertellen. Vervolgens gaan we door naar drie keer duurzaam. Hoe kun je op drie verschillende componenten e-twinning inzetten om duurzaam te internationaliseren? En aan het einde focussen we op zelf aan de slag kunnen. Dus we geven enkele tips hoe jullie nog meer informatie kunnen inwinnen of zelfs al direct aan de slag kunnen gaan. Danielle, the floor is yours. Ja, internationalization at home. Nou, we kunnen het natuurlijk hebben over internationaliseren. Dan denken toch best wel veel mensen in het onderwijs over het stukje mobiliteit, over de grens gaan. Maar internationalisering is ook internationalization at home. Dat is eigenlijk een middel voor alle studenten om een internationale ervaring op te doen in eigen land. En als je dan gaat denken van ja, welke internationale ervaring wil ik dan mijn studenten laten opdoen? Daarvoor hebben we vanuit Nuffic een internationaal competentiemodel ontwikkeld, die eigenlijk in drie pijlers is opgebouwd. Studenten die een interculturele competentie wil meegeven. Bijvoorbeeld het begrip voor mensen vanuit andere culturen. Je kan daarnaast denken aan internationale oriëntatie. Hoe ziet het buitenland er eigenlijk uit? Wat voor ervaringen kan ik vanuit mijn beroep leren? Dus de internationale context op je beroep. En last but not least eigenlijk de persoonlijke ontwikkeling. Want hoe rijk word je er eigenlijk van op het moment dat je het hebt over zelfontplooiing, op het moment dat je bijvoorbeeld in Nederland naar een andere stad toe gaat en kijkt welke andere culturen of andere geloven er bijvoorbeeld zijn. Maar ook bijvoorbeeld het spreken van een vreemde taal, het durven luisteren, durven spreken van een vreemde taal. Dat kan natuurlijk ook heel goed in eigen land. Dus op het moment dat we het over internationalisation at home hebben, dan ga je kijken welke competenties wil je studenten laten opdoen.
En dat kan natuurlijk in verschillende beroepscontexten kan dat gebeuren. En daarmee kan je natuurlijk gaan kijken welke activiteiten kunnen wij dan met onze studenten gaan doen. Nou, dat kan bijvoorbeeld een heel leuk internationaal project zijn. Bijvoorbeeld International Cooking Week op school. Of de week van de Duitse taal bijvoorbeeld. Je kan studenten meenemen naar een andere stad in Nederland waar je kennis laat maken met studenten vanuit andere culturen. Maar je kan ook studenten een stage geven bij een erkend leerbedrijf in eigen land. Ik noem maar wat, een stage bij een internationaal logistiek bedrijf waar studenten ook een andere taal leren spreken of vanuit internationalisering vanuit beroepscontext leren. Dus allemaal mooie en leerzame activiteiten met een internationale plus die je in eigen land kan opdoen. Tibby, wil jij de volgende slide doen? Waarom dan internationalisation at home? Nou ja, we hebben te maken met een globaliserende wereld waarin we steeds meer mensen vanuit verschillende culturen, multiculturele samenleving waarin we leven. Het mooie van internationalisation at home is dat je het al je studenten kan bieden. Bijvoorbeeld vanuit de wereldburgerschapsgedachte. Je kan het ook zien vanuit de verhoging van je onderwijskwaliteit. Maar ook bied je daarmee ook je docenten de ervaring om interculturele vaardigheden bijvoorbeeld op te doen. Dus ook het stukje docentenprofessionalisering kan je daarmee bevorderen. En studenten zijn op die manier vaak ook beter voorbereid op de doorstroom naar het hoger onderwijs. En laatste onderzoek wat Nuffic gedaan heeft, zien we ook dat steeds meer bedrijven er naar vragen om studenten naar binnen te halen die internationaal competent zijn. Ten opzichte van mobiliteit, wat toch wel wat organisatie vergt om studenten naar het buitenland te laten gaan, kan je met internationalisation at home goede quick wins halen. Die bovenal natuurlijk ook, last but not least, natuurlijk ook duurzaam zijn. Naast dat je een lagere CO2-footprint hebt, biedt het hele leuke en leerzame activiteiten voor je studenten om met een klimaatneutrale gedachte internationaal kennis met elkaar te laten maken. En een van de manieren hoe je dat kan doen, is bijvoorbeeld e-twinning. Daar geeft Tibby zo meer ideeën over. Maar mijn vraag eigenlijk aan jullie als groep is, ben jij al actief met internationalisation at home? En zet een 1, een 2 of 3'tje in de chat als antwoord. 1 is, ik had er nog nooit van gehoord, van internationalisation at home. 2 is, ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Nou, dan mag je natuurlijk altijd contact op me nemen met mij als je er meer over wil weten. En 3 is van, ja, ik ken het en ik vind het ook een leuke manier om duurzaam te internationaliseren. Tibby, gaan we eens even kijken wat er in de chat staat. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Oh, leuk, dan ook nieuwsgierige mensen. Ja, inderdaad. Ik zie in het begin best wel veel 3. Dus, oh, ik ken het. Leuke manier om op een duurzame manier bezig te zijn met internationalisering. Maar ik zie ook best wel een grote club die er nog nooit van heeft gehoord. Ik kan me ook voorstellen dat je er nog nooit op die manier naar gekeken hebt. En nu dat we er echt een specifiek concept aan hangen, dat je denkt, oh ja, oké, misschien ben ik inderdaad wel toch wel iets bewuster bezig met internationalisering op een duurzame manier. Misschien heb ik wel een gastles een keer ontvangen van een wel of geen docent van een internationaal bedrijf. Nou, ik zie wel steeds meer scholen die ook internationalisering aanbieden. Hè? Dus ook internationaliseringsactiviteiten, maar ook steeds vaker met een duurzame bril op. En dat is eigenlijk wel een hele mooie combinatie. Ik schreef laatst inderdaad een artikel over duurzaam internationaliseren. En ik ben me er zelf ook steeds bewuster van nou, hoe kan je dat dan eigenlijk op een duurzame manier doen? En nou ja, een van de inspirerende voorbeelden die we hier dan presenteren is e-twinning. Waar je 3 keer, waar we de gedachten meegeven over 3 keer duurzaam internationaliseren. En Tibby gaat jullie meenemen in 3 keer duurzaam. En wat houdt dan 3 keer in? Dat is 3 keer, de eerste keer als thema, duurzaamheid als thema. De tweede gedachte is duurzaamheid vanuit de uitwisselingsgedachte. En het derde thema is duurzaamheid vanuit de gedachte dat je
goed partnerschap kan, duurzame partnerschappen kan vormgeven. En Tibi, voordat ik het woord weer aan jou geef, in ieder geval even als terugkoppeling naar de mensen die een eentje of een tweetje of een drietje in de chat hebben gezet. Ik zal in ieder geval nog even het linkje naar onze website vermelden. Daar kan je wat meer informatie terugvinden over internationalisation at home. Nu weer terug naar jou, Tibi, over drie keer duurzaam. Ja, bedankt Danielle. Ik kan me zo voorstellen, tenminste ik zei net al, docent Simone zit er bij in deze leuke club met mensen. Zij is onwijs ervaren en bedreven in als het gaat om e-twinning projecten. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat een deel van jullie het niet kent. Wat natuurlijk volkomen logisch is. Dus ik ga eerst een klein beetje achtergrondinformatie geven voordat ik echt induik op de drie keer duurzaam. Waar we natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Maar eerst een klein stukje. Wat is e-twinning? E-twinning is kort gezegd een Europese community. Het is een initiatief vanuit de Europese Commissie om scholen met elkaar te laten samenwerken. Dus het biedt een veilige online omgeving waar scholen elkaar kunnen vinden en vervolgens met elkaar kunnen uitwisselen op een digitale manier. Mooi is dat het dus ook gratis is voor iedereen die het wil gebruiken. Momenteel in 43 landen, ruim 900.000 docenten. En ja, te gebruiken vanaf het basisonderwijs tot het hoger onderwijs. Ik wil een kleine kanttekening erbij geven. Het draait echt alleen maar om onderwijs. Dus voor het hoger onderwijs is het alleen specifiek voor de PABO en lerarenopleidingen. Of voor de lerarenopleiders. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet de ideeën die hier worden gedeeld kunt toepassen. Maar dan is dat in ieder geval duidelijk voor jullie. Het is dus een veilige omgeving waar je simpelweg als docent zijnde een account aanmaakt, gaat rondneuzen, contact legt met een gelijkgestemde docent en vervolgens jouw studenten aan elkaar koppelt voor zo'n project. Komt er nog veel meer bij kijken, zijn nog veel meer mogelijkheden, maar dat eventjes in een nutshell. Nu gaan we focussen op de drie keer duurzaam. En Danielle zei al, we hebben duurzaamheid ook als thema. Dat klinkt misschien een beetje voor de hand liggend. Ja, duurzaamheid inzetten tijdens zo'n internationaal e-twinning project. Maar het is wel zo'n mooie manier om studenten bewust bezig te laten zijn met deze thema's. Ik heb eventjes de afbeelding van de Sustainable Development Goals, de SDGs, waarschijnlijk wel bekend bij jullie. Omdat heel vaak deze thema's of een van deze SDG's wordt uitgelicht tijdens een e-twinning project en echt op ingedoken en daaromheen de activiteiten ontwikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nummer 13, de Climate Action, of nummer 14, Life Below Water, dat zijn thema's die ontzettend vaak behandeld worden en ook makkelijk toegepast kunnen worden. En ik heb een paar voorbeeldjes daarbij. De bovenste is Healthy Life en ik weet dat is niet direct nu gelinkt aan duurzaamheid. Maar ik vond dit project zo mooi omdat het wel heel erg gaat om die awareness te creëren onder de studenten. Hier ging het dus voornamelijk over die gezonde levensstijl, gezonde voeding, maar ook mentale gezondheid. De studenten waren ontzettend open naar elkaar, wisselden informatie uit, perspectieven, leerden van elkaar, kwamen erachter dat ja, hun levens op bepaalde vlakken helemaal niet zo verschillend zijn. En dit project is overigens niet iets wat ik uit mijn duim heb gezocht. Dit zijn letterlijk projecten die zijn afgerond of nog bezig zijn tussen mbo-scholen binnen Europa. Het tweede is al wel weer concreet op dat climate action gefocust. Dus Global Climate Issues, Local Solutions. Dit was een heel mooi project waar de scholen een best wel groot thema behandelden, maar uiteindelijk gingen kijken hoe ze dat op lokaal niveau konden toepassen. Ze gingen kijken wat er eigenlijk in hun buurt gebeurde. Hoe gingen lokale bedrijven om met dit thema? Wat dachten hun ouders, hun broers en zussen misschien wel van dit thema? Dachten medeklasgenoten hiervan? Nou, ze verzamelden informatie door middel van interviews, enquêtes, een klein onderzoek en vervolgens deelden ze deze informatie dus binnen die e-twinning omgeving. En presenteerden ze het aan elkaar. Dus je hebt van begin tot eind
Je hebt een ontzettend mooi product waar, project waar ontzettend veel geleerd wordt. Maar uiteindelijk heb je ook een eindproduct. Iets waar de studenten naartoe werken. Komen we bij het tweede onderdeel. We hebben natuurlijk gepraat over duurzaamheid als thema. Verschillende voorbeelden gegeven. Misschien gaat het bij jullie ook al een beetje prikkelen. Dat je denkt van, oh oké, ja, ik zie dit voorbeeld voor me. Of dit lijkt me zo leuk. Of dit past binnen mijn lessen. Maar naast het feit dat het zo mooi ingezet kan worden als thema, ja, zei Danielle ook al, je bespaart op je CO2-footprint. Er wordt niet naar het buitenland gereisd, alles vindt op een digitale manier plaats. En het mooie is, en dat is zeker niet alleen tijdens de afgelopen periode, coronacrisis geweest, maar ik heb wel de laatste tijd ontzettend veel mooie verhalen gehoord van docenten die zeiden, ja, ik startte dus tijdens de coronacrisis een project. Dat was zeker ook vorig jaar, mei, juni. Toen echt alles vrijwel op slot zat. Sociale contacten waren best wel schaars. Maar de e-training-projecten gingen door. Want ja, de online lessen gingen door. En op een bepaald punt hadden de studenten meer contact met hun projectpartners in het buitenland. Dus hun leeftijdsgenoten. Dan met hun klasgenoten in Nederland. En dat was aan de ene kant heel gek, omdat je normaal de klasgenoten in Nederland bijna dagelijks sprak. En je dus je hele, je leven deelde met elkaar. Werd dat dus nu gedaan met die studenten in het andere land. En ja, was de verbinding zo sterk. En werd er eigenlijk helemaal geen grens gezien. En ging het natuurlijk nog veel verder dan alleen het project zelf. Alleen dat thema wat op dat moment behandeld werd. Want het ging ook heel erg over het welzijn van de student op dat moment. En dat vond ik zo bijzonder en emotioneel ook om te horen. En dat is ook echt iets wat Simone, die hier aanwezig is, waarschijnlijk ook heeft ervaren. Omdat haar project tijdens de coronacrisis ook doorging. Maar het is eigenlijk van alle tijden. Het hoeft niet per se te zijn als de wereld op slot zit. Het kan ook zijn als alle lessen weer gewoon doorgaan. Kun je natuurlijk ook een internationaal tintje aan die lessen geven. En het fijne is dus dat het allemaal online plaatsvindt. Het contact leggen tussen de scholen, de hele kennismaking, maar uiteindelijk dus ook de samenwerking. Dus die omgeving, zoals ik al zei, waar de studenten in kunnen en met elkaar kunnen uitwisselen. Maar daar houdt het niet op, want er zijn ook ontzettend veel professionaliseringsmogelijkheden voor de docent zijnde. Dus cursussen, webinars, professionals die op bepaald vakgebied iets vertellen. Eigenlijk ontzettend veel mogelijkheden en dus allemaal online. Het lijkt me goed om naar deze video te kijken. Misschien hebben jullie sommigen van jullie gezien. Dit is het Koning Willem I College en aan het woord zullen jullie docent Simone en internationaal coördinator René horen. Ik ga eventjes naar YouTube, want dan kan ik hem eventjes helemaal mooi groot maken. Als het goed is, doet het geluid het ook. Zo niet, geef het eventjes aan. Kijk er rustig naar. Na deze video kunnen we nog eventjes terugkoppelen. En dan las ik even een momentje voor vragen in. Simone is een hele enthousiaste, een hele betrokken docent met hart voor de student. En die heel erg bevlogen is als het gaat om internationalisering. En op een hele leuke manier die Europese projecten die er zijn kan verwerken in haar lessen. En vandaar ook dat ze dus voor e-twinning aan de slag is gegaan. E-twinning is een online community voor diverse scholen in Europa. Zij werken samen aan diverse taken, bijvoorbeeld voor Engels. Nou, waar komt uw passie vandaan voor internationalisering? Ik heb in mijn jeugd veel gereisd, ik heb in het buitenland een aantal jaren gewerkt. En ja, ik ben docent Engels, dus het is logisch dat je in het Engels heel veel met mensen wil communiceren. Ja, Space Café, dat is een virtuele onderneming waarin vier landen samenwerken waar de studenten elkaar ontmoeten en een virtuele onderneming starten. Nou, wat deden ze daar op zo'n Space Café? Ze gingen daar brieven schrijven om te solliciteren op de functie van manager. Ze gingen zichzelf voorstellen aan elkaar, konden reageren. Maar studenten zijn na zo'n project zijn ze een stuk zelfverzekerder geworden. Ze hebben meer zelfbewustzijn en ze hebben natuurlijk die drempel zijn ze overgegaan. Ze durven makkelijker nu contacten te gaan zoeken.
Normaal leer je in Engels les leer vaak woordjes en zinnetjes. En nu heb je eigenlijk wel Engels geleerd in het bedrijfsleven, hoe je dat gebruikt en hoe andere mensen dat ook doen. Want dat leer je niet in een normaal Engels les. Nou, we hebben dus een project gemaakt met kaarten. Die hebben we dus opgestuurd uiteindelijk naar eenzame mensen uit Canada. En die zijn dus uiteindelijk op Space Café en doorgestuurd naar dat soort mensen. En omdat wij ICT doen, is het ook heel erg van, we moesten die kaarten online maken. En dan kon je dan meer projecten doen die je in de ICT-les ook hebt geleerd. En daardoor hebben wij ook weer meer geleerd tijdens dat die kaart maken. En de andere klassen uit het buitenland ook, die hebben daardoor veel meer ICT geleerd. Internationaliseringsactiviteiten kunnen heel erg bijdragen aan de toekomst van onze studenten, zowel op de persoonlijke ontwikkeling als de beroepsinhoudelijke kant. Zeker als ze ook over de grenzen een tijdje in het buitenland stage hebben gelopen, dan zie je dat ze vaak heel veel zelfstandiger worden, meer zelfvertrouwen krijgen, vaak ook anders naar hun toekomstperspectief gaan kijken. Dus het helpt ze vaak ook met een volgende stap te zetten. En daarnaast natuurlijk beroepsinhoudelijk levert ze vaak heel veel op, omdat je vaak op een andere manier naar je beroep leert kijken en ook naar Nederland leert kijken. Nou, waarom zou ik iedereen adviseren om aan zo'n project te beginnen? Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor qua tijdsinspanning. Gewoon even induiken, lees het even en je kan altijd nog een cursus vragen. Wat heeft het mij gebracht wat ik jullie ook gun? Dat is dat je je netwerk kan uitbreiden. Het is heel erg leuk om je studenten aan het werken te zien met een project waarbij ze zelf aan het zoeken zijn om zichzelf voor te stellen aan echte mensen. En het grappige is, als ze zo geconcentreerd bezig zijn met al die activiteiten, dan heeft de student eigenlijk niet in de gaten dat hij dat allemaal in het Engels doet. Internationalisering kan ook voor de docent heel veel opleveren, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat docenten die buitenlandse ervaring hebben gehad, dat ze met nieuwe ideeën thuiskomen, vaak ook innovatieve ideeën. Ze kijken kritischer naar hun eigen dagelijkse werk en kunnen die nieuwe opgedane ideeën weer in het dagelijks onderwijs toepassen. Ik zou andere docenten dit wel aanraden, aangezien sommige docenten jarenlang hetzelfde vak geven. En als ze dan in één keer iets anders op een andere manier les gaan geven, dat ze daardoor ook heel erg enthousiast worden. En als de leraar enthousiast is, worden de leerlingen ook enthousiast. En daardoor kun je veel beter het vak leren. Ja. Het is altijd wel een hele mooie video, vind ik, om te zien, omdat echt de passie er vanaf spat. Het ging hier natuurlijk niet over het thema duurzaamheid, maar meer over leadership management skills. Maar je ziet wel dat de studenten heel bewust bezig zijn met dit thema. En je dus eigenlijk ieder project hierin kan plaatsen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Of jullie al vragen specifiek hebben aan ons, zet ze vooral in de chat. Ik hou een oogje in het zeil, maar we worden ook nog ondersteund. Dus mocht ik iets missen, dan hoor ik dat ook graag natuurlijk. Ik ga rustig verder, maar mochten er dus tussendoor nog vragen zijn, dan is er absoluut ruimte om die te beantwoorden. En dan ga ik naar het laatste onderdeel van duurzaamheid, duurzame partnerschap. En dit linkt eigenlijk best wel naar de video die we zojuist hebben gekeken. Omdat je ziet dat het zo'n internationaal project altijd op een sterke band oplevert met die school in het buitenland. Je investeert dus eigenlijk als school zijnde in kwaliteit van het onderwijs. Omdat, wat René ook net zei, je komt als docent, als je op een fysieke uitwisseling gaat, maar ook bij online projecten, met zoveel nieuwe ideeën terug, met zo'n andere kijk op jouw vak. Dat is niet alleen een extra boost voor jou als docent, maar ook alleen al voor jouw studenten. Ja, kan er als docent ontzettend veel uithalen als het gaat om docentprofessionalisering, maar ook het grote Europese netwerk wat je opbouwt. En het feit dat, stel op een gegeven moment denk je van, nou, dit onderdeel van binnen mijn curriculum, dat zou ik zo graag met een school in het buitenland doen. Maar waar begin ik? Nou, als je dus al dat netwerk hebt, dan is het zo fijn en makkelijk om daarop terug te vallen. En stel op een gegeven moment wil je wel naar het buitenland toe met de studenten, dan kan die ervaring zo meer betekenisvol zijn. Omdat de studenten elkaar al kennen, jij kent ze al, de school is bekend voor hun, ze hebben al samengewerkt.
Dus als ze vervolgens echt ondergedompeld worden in het land en cultuur, ja, dan kan het zoveel meer betekenen voor hun, omdat je dan ja, veel minder oppervlakkige relatie kunt bouwen. Dus het is echt een investering in de toekomst. Maar ook als student zijn er natuurlijk. Je hoort vaak dat er vriendschappen voor het leven tijdens zo'n project ontstaan. Tijdens de schoollessen vindt het vaak binnen de e-twinning omgeving natuurlijk plaats. Maar ja, als je eenmaal een vriendschap opbouwt, wat ga je dan doen? Ja, iedereen zit op social media, dus je zoekt elkaar daar op en het gesprek gaat daar nog verder. En het kan natuurlijk ook absoluut een voordeel hebben voor ja, toekomstige baan, stage. Misschien in het buitenland, misschien in de internationale bedrijven waar jullie werken. Je kan er zoveel uit putten. Ik zei net al, misschien hebben we jullie al een beetje geprikkeld. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jullie e-twinning zouden inzetten. Of dat jullie nu voor de klas staan of niet. Collega's willen inspireren. Of misschien jouw docent wilt inspireren. Heb je misschien al een activiteit in gedachten waar je een digitaal uitwisselingsproject van zou kunnen maken? Dat je denkt, misschien tijdens dit onderzoek wat ik eigenlijk normaal binnen mijn lessen de leerlingen of de studenten laat uitvoeren. Daar zou ik zo graag dus een internationaal tintje aan geven. Mocht je al een idee hebben, dan vind ik het superleuk om te horen. Dus zet dat dan alvast in de chat. Daniël, heb jij misschien een voorbeeld of een activiteit? Ik heb wel een vraag uitvoeren. Van iemand, van Frank Kroondijk. Die vraagt of wij ook voorbeelden hebben van hybride projecten. Ja, natuurlijk. Je bedoelt zeg maar dat het deels online en deels fysiek? Ik kijk even naar de chat of Frank daar nog antwoord op geeft. Ja, okay. Die reageert heel snel. Nee, ja, zo'n hybride project, of nou, wij noemen het vaak een blended mobility. Dat is echt een gouden combinatie. Vaak aan het begin van zo'n project wordt de e-twinning daarvoor ingezet. Vervolgens gaan de studenten naar het buitenland toe. En de evaluatie kan dan ook weer via e-twinning plaatsvinden. Dus stel, als het gaat om het thema duurzaamheid, dan zal je via e-twinning dus die contacten kunnen leggen. Kan je via e-twinning de studenten, nou ja, heel simpelweg kennis laten maken met elkaar, want dat is toch gewoon de eerste stap. Misschien al een eerst kleinschalig onderzoek laten uitvoeren, als het gaat bijvoorbeeld over hoe bewust ga jij om met, of hoe ga jij om met de verspilling van voedsel? Wat kan jij daartegen doen? Dat ze bijvoorbeeld een kleine enquête binnen de school uitzetten, die ervaringen alvast delen. Vervolgens vindt de fysieke uitwisseling plaats. Kunnen ze misschien gezamenlijk die presentatie doen, op een van de scholen, toewerken naar een extra activiteit. En bij terugkomst, wat ik net zei, de evaluatie of misschien die peer evaluation doen. Dus dat is zo'n hele mooie opbouw van hoe een project zowel online als fysiek kan. En dan haal je natuurlijk het maximale uit die ervaring. En dan is het contact natuurlijk ook al makkelijk gelegd. Ja, zeker. Ik heb nog een tweede vraag van Madeleine Veldhuis, als ik haar naam zo goed uitspreek. En ze vraagt, is er Nuffik er om te helpen met het netwerk in het buitenland op te bouwen? Hoe maak je die eerste stap? Dus stel je voor, hè, je wil op het gebied van voedselverspilling met een buitenlandse school, partnerschool, bijvoorbeeld een project doen met studenten. Hoe bouw je dan dat netwerk met het buitenland op? Hoe vind je daarin je partners? Ja, goede vraag, want dat klinkt misschien, we doen nu alsof dat heel eenvoudig is en dat kan ook. Maar gelukkig binnen e-twinning zijn er wel wat tools die je daarbij kunnen helpen. We hebben een forum waar je een oproep kan plaatsen, specifiek voor de leeftijdscategorie waarin jij waarschijnlijk werkt. Daar kun je dus heel specifiek dus zelf een oproep plaatsen als het gaat om een project voedselverspilling. Daar kan je plaatsen, nou, ik ben werkzaam in. Dit zijn de leeftijden van mijn leerlingen. Dit is heel graag het thema. In deze periode wil ik werken. En hoe concreter eigenlijk jouw voorstel. Het moet natuurlijk niet zo specifiek zijn dat niemand van een ander land daarop kan aanhaken. Maar toch wel vrij concreet kan je een oproep plaatsen. En eigenlijk kan ik met zekerheid zeggen, binnen een dag ontvang je een antwoord. Soms vaak veel antwoorden. En dan moet je ook nog eens een selectie maken. Maar het is goed om dan vanaf dat punt te zeggen, nou, ik zie hier de eerste drie reacties. Ik ga even een eerste kennismakingsmeeting inplannen. Kijken of het klikt. Want ja, je moet wel gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn.
als het niet klikt, dan is dat geen goed startpunt van het begin van die samenwerking. Deel je schoolplanning met elkaar. Oké, wat verwacht ik? Wat verwacht jij? Wanneer zijn onze vakanties? Heel simpel. Ja, je wil niet een moment afspreken dat je zegt, nou, ik wil 3 keer in de maand iets dat de studenten iets inleveren, maar wij hebben precies die 2 weken vakantie en jullie die 2. Oké, dat is niet zo heel handig. Dus dat helpt absoluut. En verder hebben we binnen e-twinning ook nog specifieke groepen, maar dat is meer op professionaliseringsniveau. Dus als je wilt sparren over specifieke thema's, word je daar onderdeel van. En dan kun je daar informatie brengen en halen. Ja, ook een mooi voorbeeld wat in de chat is gezet voor iedereen is de vergroening inderdaad, hè, van steden en dorpen, die wordt genoemd. En de vraag van Aisha is, ze gaat inderdaad daar een e-twinning project, wil ze daarvoor opzetten. En jij gaat nu ook uitleggen, Tibby, hoe je dat met e-twinning kan doen, toch? Ja, Tibby, e-twinning, het is bijna 1. Ja. Tibby, wil ik bijna zeggen. Nou, laten we dat maar niet doen. Ik breng het even snel in. Ja, tuurlijk. Er was een vraagje, je had het over een forum en Madeleine vroeg welk forum dit is. Ja, goede vraag. Ik ga hier niet te diep op in. Het lijkt me handig als je dan een e-twinning webinar volgt, maar binnen de e-twinning omgeving, dus als je een account aanmaakt, dan komen er verschillende fora te staan. En daarbinnen kun je dus een oproep plaatsen. Maar ik raad je echt aan om even naar de website te gaan. Misschien een van onze handleidingen te bekijken. Of doe gezellig mee met een webinar, want dan kan ik je persoonlijk begeleiden. En dan pas gaat het echt leven. Het is echt een kwestie van proberen en ervaren. Zodat je echt een meerwaarde ervan ziet. Maar even terug, net Danielle, naar je vraag. Inderdaad, de verduurzaming van steden, dat is een ontzettend mooi project. En om eerlijk te zijn, volgens mij is Simone zelfs bezig om daar ook mee aan de slag te gaan met dat thema. Dat is zeker mooi in te zetten. Zeker ook als je al specifieke opdrachten in gedachten hebt. Vergeet nooit om een soort van die stip aan de horizon, welke competenties wil ik uiteindelijk dat mijn studenten ontwikkelen. Het is natuurlijk kennis van de thema's, maar het kan ook zomaar de ontwikkeling meer van ICT-vaardigheden zijn. Ontwikkeling van de Engelse, Duitse, Franse, noem maar op, taal. Kijk of je het misschien zelfs kan koppelen aan meerdere vakken, dat je het niet alleen draagt, dat project. Dat het niet enorm groot wordt en het ligt allemaal op jouw schouders. Probeer dat echt te combineren. Dat zijn enkele tips die ik je wil meegeven. Ik zie dat Danielle ook handig een linkje nog heeft gedeeld. Er zijn ook universiteiten betrokken bij de projecten. E-twinning is dus alleen voor het hoger onderwijs als het gaat dus om die PABO en lerarenopleidingen. Dus het is eigenlijk niet voor de andere opleidingen. Maar stel je studeert dus aan PABO of lerarenopleidingen op HBO of universitair niveau. En je denkt, ik doe dit en dit onderzoek. Dan zijn er zeker weten studenten ook in andere landen die misschien wel een vergelijkbare opleiding of vergelijkbaar onderzoek doen en die heel graag kennis willen uitwisselen. Dus die mogelijkheden zijn er absoluut. Gezien de tijd, misschien hebben we zo nog wat extra ruimte hoor voor vragen, maar ik ga toch een beetje naar het einde van de presentatie toe, zodat we niet in de knel gaan komen en we ook niet meer tijd van jullie in beslag nemen dan nodig. En dan misschien aan het einde hebben we nog even een momentje voor vragen. Waar doen we het uiteindelijk allemaal voor? Is, zoals Danielle al eerder zei, dus die ontwikkeling van internationale competenties. Wat je hier op het scherm ziet is op basis van het internationale competentiemodel van NUFIC. En onderverdeeld in 4 verschillende thema's. Houding, kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. En dit is natuurlijk bij ieder internationaal project dat dit ontwikkeld kan worden. Maar specifiek als het gaat om het thema duurzaamheid, kan het ook. Danielle, hoe zou jij hier vorm aan geven als het gaat om duurzaamheid? Je ziet nu eigenlijk allemaal gele stippen. Het zou mooi zijn als je de groene stippen van maakt en er dan eigenlijk een groene bril gaat kijken. Hè? Dus je kan het stukje houding, kennis, gedrag bij studenten bevorderen. Door met een duurzame bril naar te kijken. Hè? Dus hou het gesprek open in een project of in een e-twinning panel, bespreken moment. Als je het hebt over duurzaamheid. Hoe zie jij het thema duurzaamheid als student? En wat kunnen we eraan doen? Of
Hoe kan jij, hoe duurzaam is jouw stagebedrijf waar je stage loopt? Dus zorg er ook voor dat je die studenten ook een podium geeft om over duurzaamheid te praten. Dus het hele competentiemodel wat er vanuit internationalisering is ontwikkeld, kijk daar in ieder geval eens met een groene bril eigenlijk doorheen. En dan heb je de gedachte vanuit de Sustainable Development Goals neem je daar ook in mee. Dus dat is het advies wat ik dan kan geven. En nog even een kleine terugkoppeling naar, naar het filmpje van daarnet van Koning Willem I College. Die gaf natuurlijk aan dat je een internationale ervaring ook heel mooi in het buitenland kan opdoen. En ook daar kan je met de duurzaamheidsbril naar kijken. Ik schreef er eerder een blog over op LinkedIn. Hoe kan je toch duurzaam zijn terwijl je een studenten of docenten een ervaring in het buitenland laat opdoen? Die geef ik even mee ter inspiratie. Nou ja, hoe kun je zelf aan de slag? We hebben een paar tips wat wellicht handig is. Ik zal eventjes ook in de chat zetten. De eerste die er staat is namelijk abonneer je op de e-twinning updates voor het hoger onderwijs. En deze heb ik er specifiek bij gezet omdat dit ja, toch wel zo'n specifieke doelgroep is dat we het heel fijn vinden om jullie ook nog los op de hoogte te houden. Dus studeer je aan een leraaropleiding of PABO of geef je les aan, abonneer je dan op deze nieuwsupdate. Ik zal hem even in de chat zetten als het zo lukt. En vervolgens als je een docent bent, maak dan vooral een e-twinning account aan. Probeer eventjes rond de neus op het platform. Doe mee, zoals ik net als wij met zo'n webinar. Je hoeft het echt allemaal niet alleen te doen. Wij zijn eigenlijk ieder ja, stap van het hele proces om je te begeleiden. We hebben ook een hele scala aan mooie lesideeën die we graag met jullie delen. En ga ook vooral naar onze website nuvic.nl voor meer informatie over internationalisation at home en heel veel mooie voorbeelden. En dan als laatste, volg ons ook gewoon op social media, want daar delen we eigenlijk ook dagelijks dit soort leuke lesideeën. Of inspiratie of tips, of als er bijvoorbeeld weer online seminars zijn die je wellicht gemist hebt. Of als je denkt van, nou, ik zou ook graag iets meer informatie, iets ja, diepgegrondere informatie ontvangen over e-twinning. Dan houden we je ook via die wegen op de hoogte. Volgens mij is er ook al een evaluatie aan het einde, maar ik dacht, ja, als je toch iets meer feedback wil geven, specifiek op deze presentatie, scan de QR-code en dan kan je je feedback achterlaten. Ik zal hem heel even laten staan. En jullie in ieder geval bedankt. We hebben nog 2 minuutjes voor eventueel wat vragen. Dus ik hou de chat open, mocht er nog dingetjes zijn. Wat ik wel leuk vond... Wat ik wel leuk vond, Tibby, is een opmerking van Anneke Hesseling bij hun ROC. Ik weet niet welke ROC het is. Omvat duurzaamheid alle SDG's? En ze kijken er met een groene en een rode bril naar alle vraagstukken. Dus ze nemen ook de sociale vraagstukken erin mee. Dat vind ik ook wel een hele mooie tip die wordt gegeven. Bedankt allemaal voor het delen. En Frank heeft nog een mooie extra tip gegeven over het vergroenen van fysieke reizen naar het buitenland. En het kan natuurlijk ook in Nederland zijn, hè? Dus je kan natuurlijk ook in Nederland aan het reizen zijn. Absoluut. Nou, kijk, dit is het gewoon al. Deze community, het delen, het inspireren van elkaar. Alleen al in deze chat, zoveel mooie ideeën die er worden gedeeld. Ja, daar draait het allemaal om. Ja, ik vond het wel mooi, een opmerking die iemand eerder gaf, en daar sluit ik hem in ieder geval van mijn kant mee af, is duurzaamheid doe je samen. Hoe mooi is die, hè? Ik heb hem gepikt van iemand eerder uit de chat. Duurzaam doe je samen, hele mooie. Nou, dit is mooi om te eindigen. Ik geef het woord weer door aan Frank. Ontzettend bedankt allemaal. Het was even een korte sessie, maar ik hoop dat ik jullie een goed beeld heb gegeven. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om te doen. Ja, nou, hartelijk dank Danielle Scholtes en Tibby van Dijk voor jullie mooie, inspirerende woorden. Heel informatief. En nou, volgens mij kunnen veel mensen hiermee mee verder. En ook interessant om te zien hoe druk de chat was en wat jullie allemaal hebben los weten te krijgen. Ook dank aan Rietse Kleisterlee voor zijn chat ondersteuning.
En op de sheet staat de volgende editie Groene Paper in mei 2022. Maar graag wijs ik nog op alle andere sessies die verderop deze week, vanmiddag, vanavond en tot en met vrijdagmiddag te zien zijn. Met op vrijdag toch een beetje de plenaire apotheose waar we totaal 20 sessies hebben. Dus ik wil iedereen hartelijk danken voor nu en graag tot een volgende gelegenheid. En mocht je het nog een keer willen terugkijken, dan kan je na afloop over een enkele dagen na afloop van het Groene Paper het allemaal op de website terugkijken nog. Dank jullie wel.